Hey jongens, je bent weer Dennis, a.k.a. Deneske. En vandaag hebben jullie weer het live Call of the Goat gameplay. En vandaag is Domination op Whiteout. Het is Domination, maar het is toch een nieuwe Domination. En je zult misschien denken van, hoe zit het dan? Nou, er is in ieder geval gisteren een nieuwe game mode uitgekomen. En die heet Heavy Duty. En daarbij heb je Domination, Blitz en Team Deathmatch in één game mode zitten. Dus daar wisselt steeds af. En dan heb je meer health. Dus je hebt meer levens. Dus je gaat zelf minder snel dood, maar de enemies waar je op schiet gaan ook minder snel dood. Dus op zich is het best een leuke game mode, denk ik. Alleen dan moeten we nog eventjes uitvinden of het wel echt zo leuk is. Dus in ieder geval, ik speel met de AK-12. Met Extended Max, als je dit gaat spelen, raad ik je aan Extended Max te nemen. Want je moet toch wel iets meer schieten. Vooral als jij meerdere enemies tegenkomt, dan zul je een probleem hebben als jij geen Extended Max hebt. Want je moet stiekem toch echt best wel veel koos raak schieten, lijkt soms. In ieder geval soms dan, hè. Soms dan heb je mensen snel dood, soms niet. Maar ja, dat is eigenlijk altijd. Nee, eigenlijk is het zo, enemies gaan altijd traag dood, maar zelf ga je altijd snel dood. Volgens mij is dat een beetje de Call of Duty regel. Maar we gaan even kijken waar ze zijn. Niet al te ver weg, want volgens mij heeft dit ding best wel een goede bullet drop. Of ja, goede, dat is dus negatief. Veel bullet drop moet ik zeggen. En zit hier rechts van mij. Alsjeblieft zeg niet dat... Ja, ik kan het zeggen. Zeg nou niet dat ze me verwachten. Nou, mooi. Waar zijn die mensen, man? Normaal is hier altijd super druk. Stilte voor de storm, hè. Dat is ook nooit goed. Oh, los. Hij zit hier gewoon. Oh, wacht. Oh, ik schoot niet raak. What the fuck? No shit. Ah, ik kwam net goed uit met mijn kogels. Ik had geen kogels meer over. Maar zit er een of andere, weet ik wel, op de kaart, zo stip op mijn hoofd. Want ik heb een silencer, dus hoe de fuck kwamen ze allemaal naar mij toe rushen? Oké, zie ik ze daar? Nee, dan is het niet zo moeilijk hoe ze gaan lopen. En dan lopen ze zo. Hopelijk kan ik ze hier opwachten. Oh shit. Alsjeblieft, draai niet om. Dat zou niet handig zijn. Volgens mij is het een subby. Oh shit, oh ja, nee, het is een subby, had een assault. Maar dit vind ik een subby, een honey badger vind ik echt zo'n wapen wat eigenlijk gewoon een submachine gun hoort te zijn. En nou ben ik fucked. Lol, die vent is zo dom. Ik kan hem eentje wel zeker cappen, maar ik zie dat niet gebeuren. En nee, oh, dat is zoveel geluk. Ik kan net op select drukken, daar heb ik heel vaak een probleem, dan wil ik op select drukken. Alleen dan komen de enemies aan. En op de PlayStation 4 is het niet zo makkelijk. Dan moet ik met mijn wijsvinger doen, want dat ding zit gewoon op een kutplek. Want dan moet je die share knop gebruiken wanneer je de PlayStation 4 controller op de PlayStation 3 gebruikt. Dus niet echt handig. Terwijl als jij op de PlayStation 4 op select wil drukken, is super chill. Dat is die, die touchpad, dus dat is super groot. Dat is echt fijn. Maar ik heb het idee dat ik... oh fuck, check hoe slecht mijn team is. Ik wou zeggen, ik heb het idee dat ik one man army ben, maar dat klopt ook wel. Ik zit een beetje trapped. Ja, hoe ga ik die oplossen? Ja, ik heb toch geen streaks. Maakt niet uit wat ik doe. Ik dacht even dat ik op zijn streak zat, maar toen keek ik het en dacht ik, nee. Nog langer na niet. Enemy is gedood. Oké, die heb ik. Alsjeblieft, kom hier naartoe, teammates. We moeten deze vlag cappen. Ik kan niet in mijn eentje cappen. Dat kan wel, maar... Ik vraag dat ik dat leuk vind. Die heb ik. Hebben die vlag ook? Oh shit, ik heb hem eentje gecapt. Ik sta 11 om 1 en iedereen staat super slecht. Oh, dit kan nooit goed aflopen gewoon. Ik hoef maar één keer voor chop. Ik wil even de chopper. Misschien als ik die chopper haal, dan kan ik mijn teammates helpen. Dan kunnen we echt objective gaan spelen. We hebben in ieder geval iets, weet je wel. Dat die enemies een beetje afschrikt. Het oppassen voor snipers daarachter. Ik ga even terug naar C, want ik zie dat er niemand anders is bij C. Al mijn teammates, man. Allemaal van die fucking slechte scores. Dus ik kan maar moeilijk... Oh shit, dat is een enemy. Mooi, we hebben onze chopper. Hopelijk kunnen we nou iets verder doorpushen, want we zitten echt helemaal achter vast in die spawn. Je ziet ook mijn teammates die denken dat ze op af kunnen, die gaan ook allemaal dood. Even snel laden. Ik zag hem kat niet, dat is het probleem. Ik zit alles mis. Mooi. Nog één kill en dan heb ik mijn laatste streak ook nog. Maar serieus man, even kijken op select. 1 om 10, 0 om 7, 0 om 4. Was er niet eentje nog geliefd ook? En volgens mij stond er eentje ook nog zo slecht. Maar is mijn chopper weg? Oh nee, mijn chopper is nooit. Ik denk, waar is het stil? Ja, ik heb heel weinig geluid, dus dan lijkt het gelijk al helemaal stil. Nog één kill. Zuiver. Oké, ik heb al mijn streaks. Nou kunnen we doorpushen. Dan kunnen we misschien nog zelfs B gaan cappen ook. Want ik zat echt helemaal achter in die spawn, jongens. Ik kom moeilijk weg. Je zag al mijn teams naar voren lopen. Ik ging allemaal dood. Dus ik ging dan nog eens enige C cappen ook. Best wel bad. Maar goed. Oké, mooi. Goed zo. B-cap, jullie snappen het. Jullie snappen het, jongens. Zelfs één kind van ons zit alleen met een knife. Wat moet je daarmee? Oké, zuiver.
Zo zie je maar weer, één persoon kan wel het verschil maken. Ik bedoel, we staan er nog dik achter. Maar ik bedoel, als ik er niet bij was, hadden we C niet gehad. B, die verliezen waarschijnlijk sowieso meteen. Maar ik ga proberen... Ah shit, we zijn hem aan het verliezen. Ik denk, gaan proberen om ze dan niet eens te laten komen. Maar ja, ze zaten er al. Oh shit, dan gaan ze er allemaal binnen zitten ook. Ja, daar kunnen mijn teammates, die kunnen ze daar niet uitschieten. Dat kunnen ze niet, dat weet ik gewoon. Dat maakt het niet uit. Eigenlijk maakt het wel uit, is fucking het dan. Waar de fuck zit jij? What the heck? Oké. Hopelijk kan ik hun een beetje spawn killen. Precies zoals zij net bij ons deden, alleen doe ik mijn streaks. Ah, ze zitten nog steeds daar. Oh, losing C. What the heck? Ze hebben allemaal perks. Kijk maar, niemand is te zien. Nou, hey, ik ben niet dom, hè. Als je secret cap dan heb ik dat toch nog wel door. Ah, de main, die zitten echt allemaal daarbinnen. Ik kan die mensen niks maken. Tenzij ze naar die... Oh, lukt dat precies? Please, please, please. Heb ik geen raketten? Oh, er zijn flares. Ik heb geen raketten, hè. Nee. Beetje jammer. Oh shit, die enemy loopt over mij. Oh shit, alle twee. Lol. Wat voor streak zit ik? Er stonden 20 guns... Of, geen gunstreak. Was maar 20 gunstreak. Nee, een 20 killstreak. Nou, ik doe even deze. Hopelijk kunnen we nou bij B die mensen killen. En hopelijk begrijpen die teammates dat we dan B kunnen cappen. En daar zit iemand. Hopelijk is hij raak. Ik wil echt een headshot schieten. Nee, dat lukt niet. Dat moet lukken, dat moet lukken. Nee, ik wil een headshot. Ja, die kerel die blijft er wel lekker zitten hoor. Oh, ik kreeg damage. Nee, hij moet nog een keertje. Oh, wacht. Hey. Als dit lukt, hè jongens, dan verdien ik een medaille. Ah, fuck dat kid. Oké, weet je wat? Oh nee, we're losing C. Wow, nou ben ik allemaal helemaal aan het af... Ik ben helemaal afgeleid. Ik zie niks meer en hij loopt vast. Oh shit, oh fuck. Hij liep wel vast, even serieus. Oké, snel, naar binnen. Soms moet je maar gewoon weten wie je niet moet killen en wie wel. In dit geval die ene kerel niet. En deze kerel kan niet dood. Ja, ik wil die kerel killen eigenlijk. Ik kan er niet uitstaan. Taking B, hopelijk... Kan ik de kerel nog... Ah, hij is niet dom, hè. Waarom heb ik geen sniper? Dan had ik hem wel gesniped. Ik kan echt een sniper hebben. Ik heb dat ding een beetje verneukt. Ik wou gewoon die kerel daar dood hebben. En ik heb hem nou uiteindelijk toch wel. Dus hij is helemaal blij dat hij dat ding heeft overleefd. En uiteindelijk is hij nog dood. 28-1. Ik merk serieus niet heel veel van dat er meer health is. Hoor. Dus ik ga C-cap. Hopelijk lukt dat in mijn eentje. Ja, het zal toch in mijn eentje moeten. Denk ik. En dan gaan we daarna naar B. Ja, je ziet hoe ver we achter staan. Jij ziet ook de meeste... Enemies, of nee, teammates zijn bij mij geliefd. En nee, oh, daar heb ik geluk mee. Nee, nou, dit verlies ik nog. Oh, jongens, gekke. Ik heb zoveel geluk. De meeste teams van mij zijn geliefd. De slechtste zelfs. Want er zijn nog twee in. Die zijn 5, 22, 1, 14. Maar er waren er nog veel meer bij. Het was maar één kereltje die, volgens mij, nog dichtbij positief stond. Volgens mij stond hij zelfs niet eens positief. En dood hem terug. 30-2. Ja, daar kan ik niks tegen doen, jongens. Wij worden hier zo wat geowned gewoon. Dat er gewoon niks tegen te doen is. Ik wil benen gewoon proberen te cappen, als dat lukt. Ah, wat? Ik was sowieso binnen. Ik zag die kogel door die rots heen komen. Op die, het was niet eens een killcam, maar... En dan zeggen ze, er zijn meer levens. Daar geloof ik helemaal niks van. Oh crap, dat ding zit boven mijn hoofd. 31-3. Hierboven zit nog iemand. Sniped waarschijnlijk. Oh, niet meer sniped. Nope. Ik moet oppassen voor de chopper, want de chopper die wil mij best wel graag killen, denk ik. Want ik ben altijd iemand die doodgaat op choppers. Dat is echt iets bij mij. Losing C. Ja, ik wil weer terug naar C rennen, maar... In de tussentijd heb ze hem toch al. Alsjeblieft, schiet niet op mijn chopper. Alsjeblieft niet, zeg ik... Ah, god, is dat een andere kind. Volgens mij hebben zij wel wat setcoms, want... Ze rennen rechtstreeks naar die boot toe. En meestal zitten er wel mensen op die boot, maar... Het zag er echt uit van dat hij van mij ging. In ieder geval, we hebben keihard verloren. 32-4. Maar... Ja, ik kon niks doen, zou ik zo zeggen. Ik heb mijn best gedaan, denk ik. Ik heb natuurlijk niet vol objective gespeeld, want het was gewoon niet te doen. Het was gewoon niet te doen. Ik begin en we zitten al achter bij C en ik ben de enige die dan nog een beetje probeert te cappen. C en B. En als we dan verliezen... Jammer. Maar ja, kijk mijn level. Of mijn level met de teammates zijn levels. En de slechtste zijn er volgens mij nog geliefd ook. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het ook leuk vonden. Als je het leuk vond, laat een like achter. En ja, ik weet niet of jullie deze game al gespeeld hebben en of jullie hem leuk vinden. Persoonlijk, het is schijnig, maar ik ga hem niet meer spelen, want je hebt... dat hij constant die game modus gaat switchen tussen Team Deathmatch. Even kijken, Team Deathmatch. Even lief hier, dat is makkelijker. Nog één keer, Team Deathmatch, Domination en Blitz. En ik vind Team Deathmatch en Blitz vind ik verschrikkelijk saai. Dus de kans dat je Domination krijgt is gewoon enorm klein. Je krijgt ze bijna nooit, in ieder geval ik niet.
Dus ik heb zoiets van, fuck it, ik ga wel gewoon normaal domination doen. Dan krijg je ook nog meer kansen op mooie feats en zo, want dat heb je niet. Dus in ieder geval, ik hoop dat het leuk vond. Als het leuk vond, laat een like achter. Als jullie meer willen zien, kun je abonneren natuurlijk. En dan zie ik jullie misschien de volgende keer weer. Dus tot dan, houden we. Ik kon niet meer uitwijken, dat ding dat stuurt echt als een mongol. Wie moet ik ook weer bellen? Lester, laat het even aan. Hé, ik heb geen politie, maar ik heb gewoon politie met de tank gewoon... dat ik kan je gewoon... ik kan hier remove water level, dat kan niet. Maar ik kan je links, zie je waar ik rij? Ja, zie je waar ik rij. Ja, ik kan Lester niet, ik kan hem niet weg laten halen. We nemen gewoon een toeristische route. En de politie mag mij gewoon niet vinden. Ze vinden mij, wacht. In zijn achteruit. Nee, ze hebben een heli! Schiet alsjeblieft die heli uit de lucht, daar heb ik ze niet achter me aan. Ik zie de heli niet. Nee, hij is al weg. Ik zat met de meme op. Kijk eens boven je. Sowieso snipe je hem uit de lucht. Dat lukt je. Oh shit, schoot je nou? Waar is die sniper? Waar zijn die sniper? Wow.